de Amateurvoetbalpodcast. Welkom bij aflevering 14 van de Oostpodcast. Amateurpotje, de thuishaven voor het amateurvoetbal in Overijssel. Met Gerard Bos, Jan van Raalte, Rick Ardesch en natuurlijk ook Paul Krabbe. Ik ben Bert Verlosser en in deze aflevering hebben we een vol programma. MVV 29 heeft als eerste Overijsselse club de kampioenstitel binnengesleept. Jan van Raalte geeft zijn kijk op de wedstrijd tussen Staphorst en Genemuiden uit de derde divisie. En ook bespreken we de recente opschudding rond de PFA en de reacties van onze volgers op onze extra podcast van afgelopen vrijdag. Verder een rondje langs de velden. Zo was Paul Krabbe onder andere bij Kloosterhaar tegen Voorwaarts. En natuurlijk het laatste nieuws en de meest opmerkelijke uitslagen. Maar we beginnen met een rondje langs de velden. Rick, jij mag beginnen. Nou, ik wou even beginnen dat het fantastisch weer was om lekker voetbal te kijken. En dat hebben we dan ook maar mooi gedaan, Bert. Het was echt fantastisch. En daarnaast veel reacties gehad op de vorige podcast, wat je ook al zei. En ja, ik denk dat het ook wel weer om een vervolg op zijn tijd zal nodig hebben om daar nog eens een keer op terug te komen. Want de PFA op X ging het er ook van voor- en tegenstanders. Nou, ja, daar zijn we ook voor. Ja, absoluut. En ik heb nog een paar nieuwtjes. Joek Verheij, die gaat van DZC naar HSC. Een verdediger, 23 jaar. Dus een mooie versterking, denk ik, voor HSC. BSC Unison, die had een huldiging voor Arjan Wessink voor 300 competitiewedstrijden en 200 doelpunten. En ja, tot slot, wat ik heel mooi vond, is dat de naam van Paul Krabbe werd getipt als kandidaat voor Top Os als opvolger van Ruud Brood. Ja. Zou je dat willen, Paul? Dat was, was mijn vraag. Ja, ik werd er ook mee geconfronteerd. Curde Becker kwam ermee, hè? Waar is dit dan nou? Curde Becker kwam ermee. Ze kunnen mij laten lopen. Ze kunnen je niet altijd bellen. Nou. Ze kunnen mij laten lopen. Oké. Okay. Nou. Gerard. Wat mij is opgevallen, Bert. Nou, ik heb... als mensen goed opgelet hebben... We hebben vaak over het Haaksbergse amateurvoetbal... Behalve de prestaties van HSC 21, let wel, 0-4 uitwinnen bij IJsselmeervogels. Bomboys, waar Paul vanmiddag het nodige over gaat zeggen, die wint de lastige uitwedstrijd bij Mediterraneo Serioje. Maar waar ik het even over wil hebben, is ook de saamhorigheid binnen het Haaksbergse amateurvoetbal. En ik ga uitleggen waarom mij dat is opgevallen. Ik train de vijfde klasser Hoeve vooruit uit Sint-Isidorus Hoeve. En die hebben van oudsher altijd al damesvoetbal gehad. Los van het feit dat het een beetje aan het afkalven is. Sterker nog, volgens mij stoppen ze er zelfs mee met een damesteam aan het eind van het seizoen. Maar dan loopt een trainer, die loopt er al 6 jaar. Johnny Bouwman is al een keer eerder langsgekomen in deze podcast. En Johnny kan niet altijd op dinsdag, want de damesgroep traint dinsdags voorafgaand aan het moment waarop ik Johnny ga Bouwman trainen. Moet maar Johnny, de cover. Maar Johnny die kan niet altijd en die strikt altijd mensen daarvoor. Om de dames toch van een van trainingsstof te voorzien. Ja, ik weet dat het wel lange intro werd. Totdat ik afgelopen dinsdag op het trainingsveld kwam. En daar zag ik twee selectiespelers van HSC 21. In de personen van Luc Schepers en Mika Schrijver. En die trainen de dames van Hoeve vooruit. En ja, ik vind dat opvallend. Ik vind super. Dat in de goede zin heel opvallend. Ik had het over saamhorigheid. Zo kan het ook zijn. Ja. En tweede opvallende gebeurtenis, en daar gaan we het volgens mij ook nog over hebben, is de eerste overwinning van Lettelen uit de vierde klasse A zondag. Die winnen van kampioenskandidaat. Inmiddels is dat wat afgekalfd. Afgezwakt moet ik eigenlijk zeggen. SV Enter. Dat laatste doet mij wel een beetje pijn als het gaat om Enter. Maar ja, ik denk dat we de credits in dit verband ook aan de trainer van Lettelen moeten geven. Hendrik Zwinselman. Ook al een keer aan de orde geweest hier in deze podcast. Opvallend. Weet je wat mooi is, Gerard? De winnende goal van Lettelen. Ja. Die wordt gescoord door een debutant, 16 jaar. Ja. Oh, dat is heel mooi. En hij heet Bram Vriesekom. Dat is heel mooi. Ja. In Enter zijn ze er niet zo blij mee. Maar ik heb ook begrepen dat het een complete off-day was van SWA. Ah, wel met 2-0 voorgestaan. Nog een kans op 3-1 gemist. Goed, ja, maar dat maakt de off-day alleen maar groter, denk ik, Bert. Maar goed. Ze hebben nog niks, hè? De play-offs ook nog niet.
Nou, als je goed naar de stand kijkt en ook weet hoe Ente speelt, dan gaan ze die nacompetitie zeker halen. Nou, ABS kan nog goed in de teten gooien, want die wedstrijd moeten ze winnen. Als ABS de derde periode wint, dan zijn ze het haasje, want Luther wordt dan waarschijnlijk tweede. En SJL heeft de eerste periode gewonnen. Ente gaat nacompetitie voor promotie naar de derde klasse. Dus Ente gaat zich herpakken, Gerard? Ja, dat denk ik ook wel. Maar die hebben even een uitglijder. Ja. We gaan het zien. Ja. Ja. Jij, Paul? Ja, Gerard had het over saamhorigheid. Over de wedstrijd Kloosterhaar tegen Voorwaarts Friesveen kom ik nog op terug. Maar in Kloosterhaar is er saamhorigheid met SVV uit Sipkulo. Want dinsdag 16 april, 's avonds, worden in de beide kantines een stemming gehouden, algemene ledenvergadering, om samen te gaan. Intentie wordt uitgesproken en dan gaan ze in het nieuwe seizoen met een gecombineerd elftal spelen. Eerste elftal. En dat gaat als volgt. Omdat ze allebei geweldige mooie sportparken hebben, spelen ze één keer een thuiswedstrijd bij Kloosterhaar. Dan spelen ze uit. En dan de volgende thuiswedstrijd spelen ze bij Sipkulo. Dus dat doet DTC toch ook al jaren? DTC, zeker. Ja, maar ik vind dat mooi. Tillig te laat erop. Ja. Samenhorigheid. En het tweede ding wat mij is opgevallen, dat een heleboel clubs het uit beter doen dan thuis. Achilles 12, Kenan Dormezoglu is trainer, die zegt, ja, we halen meer punten uit dan thuis. We hebben maar 2 wedstrijden thuis gewonnen. En ATC 65 is ook zo'n ploeg. Die hebben thuis, 18 verliespunten, waarvan 3 uit en 15 verliespunten thuis. Dus soms is het goed als club, als trainer, om te zeggen van, ja, we kunnen wel spelmaker willen zijn en aanvallen willen. Maar als dat leidt tot alleen maar nederlagen, ja, dan moet je toch wel af en toe even de handrem erop gooien. Of hebben ze grote busparkeerplaatsen voor de tegenstander die dan gewoon de bus parkeren. Ja. En dan via de omschakeling gevaarlijk proberen te worden. Dat kan ook. Maar goed. Als je dat weet, Bert, dan moet je er maar rekening mee houden. Ja, nee, je hoeft niet altijd spelmaker te zijn. Ja. Niet alleen Lettelen won voor het eerst deze competitie, maar ook Dalsen wist te winnen. Bij ook een oude club van je. Grol, doet dat ook nog een beetje pijn? Ja, dat 4-2. Doet dat een beetje pijn. Dat doet heel erg pijn in Groenlo. Ik ken de situatie hier daar. En ik weet ook hoe men omgaat met moeilijke periodes. En ik kan je verzekeren dat de Wierense trainer Philip Achteres op dit moment niet te benijden is. Los van het feit dat er natuurlijk, we hebben vorige week al even over gehad, dat Philip zelf er ook niet echt toe heeft bijgedragen dat hij daar op handen gedragen wordt. Maar goed, prestaties die niet goed zijn, die worden in Groenlo iets meer dan uitvergroot. En op dit moment is het in Groenlo niet gezellig. Maar Bert, je had het toch over Dalsen, dat hij via de omweg, via de noordelijke route sneller promotie hebben gemaakt. Ja. Ja, dan krijg je op een gegeven moment toch de rekening gepresenteerd. Nou, des te opvallender is het, wat Bert terecht opmerkt, dat ze bij Grol winnen. Het is lastig. Het is niet makkelijk daar. Nee. Ja, 2 keer achter staan. 2-4. Ja. Ja, wat ik al zei. Dat wordt gepraat nu in Groenlo. We gaan even naar de wedstrijden van het afgelopen weekend. In de derde divisie een echte derby. Staphorst tegen Genemuiden. Ik was er zelf ook getuige van die wedstrijd. Prachtige ambiance. 1500 man. Alleen ik heb niet genoten van de wedstrijd. Nee? Geen kansen? Was saai. Laf? Ja? Oh. Ja, ik vond Genemuiden. Kijk, Staphorst kan ik me eens bevoorstellen. Want die vechten tegen degradatie. Maar Genemuiden, als je toch kans wil maken op de titel, dan moet je A, met het mes tussen de tanden spelen en wel meer lef hebben. En waren ze op volle oorlogsterkte? Ja, volgens mij was Genemuiden redelijk compleet. Berrewoud dus speelde ook mee? Ja, die speelde allemaal gewoon keurig mee. Okay. Iemand voor ons heeft daar ook naar gekeken. Want die is trainer geweest bij beide clubs. Genemuiden en Staphorst.
Goede voetballer, goede trainer, ook nog bij HSC trainer geweest. Jan van Raalte, goedemiddag. Ja, goedemiddag mannen. Dag Jan. Hallo Jan. Ja, je hebt voor ons de derby bekeken. Je bent trainer geweest bij beide clubs. En bij beide clubs word je nog steeds op handen gedragen. Dat is wel een compliment waard toch? Hè? Dat je als trainer nog bij beide clubs binnen kan komen. Nou ja, ik vind dat altijd zeker belangrijk. Waar je hebt gespeeld, waar je hebt getraind, is het belangrijk dat je, ook al vallen de beslissingen en de keuzes soms een andere kant op, dan vind ik altijd dat je met respect met elkaar om moet gaan en dat je ook altijd als trainer weer en als speler terug kan komen daar waar je bent geweest. En dat geldt voor mij overal, ondanks dat niet overal het eindresultaat altijd positief is geweest. Ik sluit me hier heel graag bij aan, Jan. Ja. Jij komt dan nog wel vaak bij je oud-clubs, bij HC ben je nog wel vaak. Ik kom bij elke club waar ik gezeten heb. Ik ook. Alleen bij SVZW ben ik nog niet terug geweest. Ah. Voor de rest kom ik bij alle clubs. Heeft dat een reden, Paul? Of is dat toeval? Nou, ze hebben me op de keien gezet en dat wondje is wel geheeld. Maar, ja. Je nodig niet uit om nog eens een keer binnen. Oh, ik ga er zeker naartoe. Oh, okay. Hans Kraai heeft me ook uitgenodigd om samen met hem een wedstrijd te bekijken. Je kunt goed met Freddy, maar die was niet zo lang geleden te gast hier. En dat, nee, maar Freddy kan zei indrukken, ook, kan niet indrukken dat er iets tussen jullie nog aan ruis was? Maar jullie doen nou net of het dit heel erg is, maar... Dus, maar dat zeg je zelf. Ja, nee. Ik heb een duwtje gaan zeien. Ja. Ik ga bij elke club waar ik gezeten heb, ga ik kijken. En dat moet ook. Ja. En dat zal bij SVZW ook nog een keer maar dat moet ook, gebeuren. Paul. Ik val je niet aan. Nee. Die zegt dan één keer... Jan, wat moet je hier nou mee? Jan... Kijk, de tijd hield alle wonden. En natuurlijk, op het moment dat het je overkomt. In mijn geval bijvoorbeeld bij HC ben ik destijds ontslagen in mijn tweede seizoen. Ja, dat voelde als een enorme teleurstelling. Ik kan me nog herinneren dat ik toen destijds ook schreef van... ze hebben echt mijn ding afgepakt. Ja. Voetbal was mijn ding. Maar het mooie daarvan vind ik nu dat als ik Bert Nijboer, Johan Evers nog eens weer tref en spreek bij HC... drinken we samen een biertje, hebben we ontzettend veel lol en is er enorm veel waardering voor naar wederzijds. En ik vind dat dat zo hoort te zijn. En soms kom je in een situatie terecht wat niemand wil, maar dan is het zoals het is. En ja, ik vind ook dat je daarmee om moet gaan. Ik vind trainers die ook altijd maar lopen te piepen en te janken dan van maar ontslagen en dit en dat. Ja, weet je, dat hoort bij het trainen zijn. Als je kampioen wordt, dan wil je ook graag op de schouders gehezen worden. Dus dan moet je de andere kant ook kennen en durven te accepteren. Het heeft jou geen windeieren gelegd, Jan, toch? Want na HHC heb je nog een hele mooie periode als trainer gehad. Overigens geldt dat ook voor Jozef Oosting. Want die is volgens mij ook ooit eens op de kei gezet bij HHC. Nou, daar is het ook niet echt slecht mee gegaan, toch? Nee, klopt. En ik had het afgelopen zaterdag met Bert daar ook nog over. Wanneer ben je goede, wanneer ben je een slechte trainer? Nou, Jozef is daar ook een mooi voorbeeld van. En het is ook heel erg afhankelijk van de situatie wanneer je bij een club binnenkomt. Kijk, sommige trainers die kijken daar heel, berekend van tevoren af. Van ja, moet ik daar wel of niet instappen? Zo heb ik er zelf nooit naar gekeken. Ik werd benaderd door HSC. Die hadden natuurlijk een fantastische periode achter de rug met Michel Jansen. Twee keer kampioen geworden. Ja, en dan kom je bij een beetje een vol verzadigde groep die eigenlijk de scherpe kantjes voor de jongens er wat af zijn. En die denken dan vaak dat ze op een halfbeen ook nog steeds dat weer kunnen realiseren. Maar in tegendeel, alle tegenstanders gaan er dan juist veel agressiever mee om en gedrevener. En ja, dan kampioen worden is één, maar kampioen blijven is veel lastiger. En dat gold daar ook. En ja goed, dat is hier gebeurd. Maar ik zeg altijd, ik heb er heel veel van geleerd. Mooie tijd en daarna... Prachtige jaren nog gehad bij Drachtsterboys, Stabbors en Geenemuiden. Jan, Gerard Cox heb je meegewerkt bij HSC. Is nu trainer. Promoveert met Juventa en afgelopen weekend is hij weer kampioen geworden. Heb je dat ooit gedacht dat Gerard Cox een trainer zou worden in het amateurvoetbal? Nou, in die zin wel dat ik heb natuurlijk eerst als jeugdspeler meegemaakt. Kwam hij vanuit de jeugdopleiding bij Emmen. Was hij... onder de jeugdopleiding kwam hij aansluiten. Was natuurlijk een heel bescheiden jongen. Is hij overigens altijd wel gebleven. Maar ik heb hem natuurlijk daarna als speler bij HSC leren kennen. En ja, Gerard was natuurlijk wel een jongen die kon de wedstrijd goed lezen. Wist wat er nodig was op welk moment in een wedstrijd. En ik denk dat vanuit de positie waarin hij speelde... dat hij dat ook meegenomen heeft in zijn trainersloopbaan. En
Ja, dus ik kan me wel iets bij voorstellen dat hij een goede trainer is. Omdat Gerard ook een jongen is die niet heel extreem in emoties zit naar de bovenkant, maar ook niet naar de onderkant. Vrij stabiele jongen. En ik kan me voorstellen dat hij wel een goede trainer zou kunnen zijn. Even naar de wedstrijd van afgelopen weekend. Ja. 0-0, hè? Het was weinig verheffend. Tja, het is natuurlijk met die derbys, zeker een stap als Geenemuiden en andersom. Ja, daar verwacht je en hoop je altijd op vuurwerk. En wat vooral opviel was natuurlijk, kijk, Stappers, natuurlijk door alles wat daar gebeurd was, heel onzeker. Ja, en dan denk ik, als je kampioen wilt worden en kunt worden, als ze in de Muiden zijn, ja, dan moet je de eerste kwartier volle bak druk erop, onder druk blijven zetten en blijven gaan. Maar in tegenstelling tot dat bleven ze eigenlijk met 11 man terug op eigen helft. En kijk, als dat hun speelwijze is in een heel seizoen, dan begrijp ik dat. Alleen in zo'n derby, als je de boel aan de gang wil krijgen, je wil de publiek mee krijgen. En er waren veel Geenemuiden supporters. Ja, had ik dat eerder verwacht. En ja, dit was wel gunstiger voor Stappers, want die kregen daardoor ook weer wat meer vertrouwen. Zei het wel dat de eerste helft waren de meeste kansen toch echt wel voor Geenemuiden. Hoe kijk jij nou naar zo'n wedstrijd dan? Als je bij beide teams ben je trainer geweest, heb je daar nog meer gevoel bij de ene ploeg dan bij de andere ploeg? Nou, kijk, mijn hart ligt bij Staphorst. Ja. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik heb daar, niet alleen omdat ik daar ook een mooie tijd heb meegemaakt, 4 seizoenen na competitie gespeeld, landelijk kampioen geworden met de beker. Dat was de allermooiste afscheid en de mooiste prijs. Maar ook de warmte van de mensen, de club aan zich. Ik was daar de trainer Jan, maar na de wedstrijd was ik gewoon Jan en was ik een van hen. En de waardering die er nog steeds is als je daar komt. Dus ja, dan ligt mijn gevoel en waar ik mezelf het beste bij voel. Passen was dat altijd Staphorst. Maar neem niet weg dat Geenemuiden ook een mooie tijd is geweest. En ja, ook daar was het gewoon jammer dat we in het eerste jaar een aantal jongens aan het eind van hun carrière zaten. Terwijl het altijd gewoon hele goede voetballers waren geweest. Met Anne van der Kolk, Martijn Jansen, ja. Robert Boes. Ja, dat was natuurlijk in de gouden tijd in de topklasse waren het hartstikke goede spelers. Jan, we hebben samen die wedstrijd bekeken. In de eerste helft heeft Geenemuiden, dat moet normaal, speelt Geenemuiden iets verzorgende voetbal. Kon ook bijna niet op het veld. Maar ik heb die keeper alleen maar lange ballen zien spelen. Want die durfde helemaal van achteruit niet op te bouwen. Nee, dat klopt. Dat vond ik ook wel verrassend. Want Staphorst heeft niet een aantal spelers voorop die heel agressief kunnen afjagen. Hè. Als je kijkt naar Haanstra, dat houdt hij 1, 2, 3 keer vol en dan verzaakt hij daarin. Dus er waren zeker momenten voor Geenemuiden om wel op te bouwen. Tuurlijk, in de eerste helft met name zat het middenveld, was het echt wel poppetje op poppetje. En dan moet je de lef en de durf hebben om los te komen. En tuurlijk, ja, het veld was dan wat minder. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel, als jij als team altijd gewend bent geweest om op kunstgras te spelen, dan wordt het al snel hobbel genoemd. Ja. Maar als ze daar het durf hadden getoond, en met name juist op de tweede helft, was daar wel heel veel ruimte om dat te kunnen doen. Maar toch bleef men beide wel in het fysieke, in de duels. En toch het lang spelen, lange bal op Bijmers. En dat leverde weinig tot eigenlijk geen mooi voetbal op. Ja, want Staphorst was het meest tevreden eigenlijk met deze 0-0, hè? Achteraf. Ja, zeker. Want ja, goed, in de situatie sprak Paul Weerman ook. En ja, tuurlijk, dan zijn elk puntje is prettig. En als je dan tegen RKVV en nu Geenemuiden een punt pakt 2 keer. Ja, dat zijn in die zin bonuspunten in de periode of in de fase waarin ze nu zitten, absoluut. Jan, ik heb nog een vraag over de situatie met die trainers bij Staphorst. Je hebt er zelf bij je trainer geweest. En ja. We hebben dit podcastje hebben we elke keer ook over die situatie gehad. Vorig jaar is Carlo Meppelink gecontracteerd door Staphorst als trainer. Carlo is... Je bent trainer van Nederland geweest bij de amateurs, dacht ik. Maar Carlo was trainer District Noord, trainer van het jaar. Die had succes bij zijn andere clubs. En gaat dan naar Staphorst. Dat wordt voortijdig beëindigd binnen een jaar. Of hij maakt het jaar af. Dan gaat de technische commissie op zoek naar een andere trainer. En komen uit bij Joram Hendricks. Ja. Dat wordt op... Heel vroeg wordt het al beslist van we gaan niet verlengen. En uiteindelijk is Joram buiten de deur gezet. Ja. De trainers zijn vaak dan de Sjaak, zeg ik dan. Ja. Wat ik eigenlijk vind is dat
een technische commissie die ook bij Staphorst actief is en die betrokken is bij het aanstellen van trainers, dat die ook eens een keer zich achter de oren moeten krabben. Omdat zij dan, want het ligt niet alleen aan de trainers, ik denk dat het meer ligt aan de cultuur van de club, de speelstijl van de club, en daar zoeken we een trainer bij. En blijkbaar hebben zij niet het type trainer kunnen vinden en gevonden die bij die speelstijl en bij de clubcultuur past. Ja. Uiteindelijk wordt de trainer de Sjaak en zij blijven zitten en niemand zegt wat. Terwijl dat eigenlijk toch ook wel een paar centen kost. Wat vind jij dan? Eens wat jij nu zegt, Paul. En wat ook bijzonder is in dit verhaal, is dat natuurlijk, kijk, je stelt trainers aan. Een trainer heeft of een voetbalverleden, maar heeft daarnaast ook zijn trainingspapieren gehaald. Daar is hij voor naar een opleiding geweest. Dus dan kun je spreken van iemand die vaktechnisch is, hè? Net zoals in het reguliere bedrijfsleven als je opleiding hebt gevolgd. En vaak, of in heel veel gevallen, heb je te maken bij diverse clubs waarin mensen of vanuit het bedrijfsleven weinig verstand van voetbal hebben en in een technische commissie zitten omdat zij als sponsor binnen een club veel te betekenen hebben. En beslissen soms mensen over een trainer waarvan ze niet de voetbalkennis en achtergrond hebben. En dat vind ik wel een beetje raar bij Staphorst, want dat is daar nou juist niet aan de hand, omdat daar juist wel mensen zitten die kennis van voetbal hebben, zijn oud-eerste elftalspelers. Kijk, en bij elke club komt het wel eens een periode voor. Hè. In de tijd toen ik zelf bij Staphorst zat, was er enorm verloop bij trainers bij Geenemuiden. Jaar in jaar uit. En juist bij Staphorst was er een stukje stabiliteit. En nu is het compleet omgedraaid, want René Verwij zit nu 5 jaar, gaat zijn 6e seizoen in. En bij Staphorst zijn in de afgelopen periode 4 trainers de revue gepasseerd. En ja, dan vind ik, moet je ook kritisch naar jezelf blijven kijken. En dat zei ook de voorzitter Benny Michels wel. Van ja, Jan, dit kent alleen maar verliezen. Maar wij moeten als club ook kritisch naar onszelf kijken. En het is wel vreemd, omdat ik ken de mensen binnen de technische commissie van Staphorst. En daar zitten toch veel mensen met voetbalkennis. Hè? Benny Kin is iemand die heel de voetbal, alle ploegen en spelers kent. Snapt goed wat er bij een club past. Nicolas Hof is een oud-speler. Dus ik weet ook niet hoe men tot de keuzes is gekomen van een Carlo en een Joram en wie andere kandidaten waren. Ik heb me daar ook nooit mee bemoeid of er is mij ook niet om een mening gevraagd. Hoeft ook niet. Dus waarom het zo bij stap is gegaan, kan ik moeilijk inschatten. Maar ik blijf het wel vreemd vinden altijd binnen een amateurvereniging. En zeker omdat er veel geld in omgaat. En dat is gewoon veel geld voor een amateurclub als daar geld verknoeid wordt. Dat is wel zonde inderdaad. Helder. Ja. Even naar jouw carrière. Hè. Ik heb gezien dat jij uit mijn hoofd in 2001 gestopt bent als actief voetballer, betaalvoetballer bij VVV en Venlo. Ja. En toen maakte jij de overstap naar Harkemase Boys. Daar werd jij volgens mij trainer. Ik ben toen gaan voetballen. Want, ik heb het over trainen zijn. Ik bedoel als voetballer. Maar hoe kom je, dat is eigenlijk de intentie van mijn vraag, of de achterliggende gedachte. Hoe kom je als speler van VVV Venlo, los van het feit dat jij van oorsprong een Hattemer bent, maar in Harkema? Ik ken Harkema, ik heb er vlakbij gewoond. En het is nog niet een plaats waarvan je zegt van god, daar heb ik over gedroomd om daar nou eens te gaan wonen. Met alle respect voor Harkema overigens. Met alle respect voor Harkema, maar daar ben ik zo nog wel iets over zeggen. Ik ben er niet. Nee, ik snap die opmerking dat 4500 mensen. En als mij die vraag toen wordt gesteld ook niet. Maar ja, de liefde die brengt je soms wel eens ergens. Hè? De liefde. En ik moet wel eerlijk bekennen, als je ziet op mijn plekje, en ik nodig je bij deze van harte uit, waar we wonen met een prachtig mooi in het buitengebied. En we hebben uitzicht achter op de weilanden. Ik ken Harkema een klein beetje, Jan. Ik heb een drachtig gewoond. Nou, dat is niet zo ver van elkaar verwijderd. Wat me daar nog overigens wel van bijstaat, wij speelden dan met drachtig, omdat we een zondagclub waren, niet tegen Harkema zijn boys, maar tegen Harkema op einde. En dat was niet altijd fijn, Jan. Ik denk dat je dat kunt beamen. Ja, dat kan ik zeker beamen. Kijk, ik ben na mijn loopbaan, waarin ik mijn laatste 2 jaar bij VVV heb gezeten, samen met mijn maatje Nicky Levering, 2 jaar. En toen ben ik gestopt. En ik kwam natuurlijk wat je zei. Ik ben eigenlijk in de periode dat ik naar Cambuur destijds ben gegaan, heb ik de moeder van mijn kinderen leren kennen en woonachtig geweest in Leeuwarden.
En in mijn laatste periode bij VVV is de relatie destijds toen beëindigd. Maar ben ik wel weer teruggegaan naar Friesland. Want ja goed, daar waren mijn kinderen. En toen wou ik de keus maken tussen of ik ga voetballen bij Harkemaarse Boys of bij ONS. Want ik was nog fit. Alleen ik ben eigenlijk een jaar eerder gestopt in betaald voetbal. Ook wel mede om destijds mijn relatie proberen te redden. Om toch dichter bij huis te zijn in plaats van op en neer te gaan. Maar goed, helaas is dat niet gelukt. Maar goed, heb ik wel 3 jaar als speler bij Harkemaarse Boys een geweldige tijd gehad. Een vergelijkbare club, ook met Staphorst. Kampioen geworden voor het eerst in de geschiedenis daar in de hoofdklasse. Want toen had je nog de hoofdklasse. Dat was het hoogste niveau. Hoofdsponsor Elzinga, klopt dat? Dat was met Sjoerd-Jan Ebbega was trainer. Ja, Sjoerd-Jan heb ik dan mee gespeeld. Ja goed, laten we ook niet te veel over het Friese voetbal hebben. Want ik zie Paul Krabbe alweer kijken. Ja, inderdaad. Jan, geniet hè, Paul. Jan, Pieter Spinder dan. Is hij dit nog steeds? Jazeker, Pieter Spinder is nog steeds. Al is de Zwarte Pieter is geen voorzitter meer, maar is supporter van de club. En is ook dag en nacht daar op de club aanwezig. En ja, ik heb daar een mooie tijd gehad. En ben in die periode heb ik mijn TC1 gehaald. Heb ik jeugd getraind. En zo ben ik eigenlijk, ik was nog fit, maar op mijn 35e ervoor gekozen om te stoppen als voetballer. En toen het trainersvak in te gaan. En dat heb ik toen daarna 15 jaar lang gedaan. En Henk de Jong dan? Die was natuurlijk na jou, Jan. Ja, Henk. Klopt, Henk de Jong die kwam na mij, want toen ik trainer was bij HAC, was Henk trainer bij Harkema. En ik weet nog dat ik op het veld van Oranje Nassau Henk gebeld heb, want toen werden wij met HAC tweede. En Henk werd kampioen met Harkemaarse Boys. Harkieten noemen ze mensen uit Harkema. Ja. Is dat een scheldwoord, Jan? Nee, helemaal geen scheldwoord. Nee, zijn ze trots op. Ja, toch? Dat bedoel ik. Jazeker. Hebben ze een beetje goed gemaakt dus. Ik kende die Pieter Spinder via Korbach, want Frits is ook nog ingehuurd voor een Korbach effect. Jazeker, dat klopt Frits. En ik heb Frits zelf nog meegemaakt als trainer in mijn Cambuur-tijd. Ja. Alleen over die man kun je al een boek schrijven. Fantastisch. Ja. Prachtig mooi. Jan, jij zei net jouw maatje Nicky Leverink. Ja. Nicky is ook naar VVV gegaan, hè? Vanuit Emmen, dacht ik. Klopt, zijn jullie samen? Hebben jullie samen die move gemaakt? Nee, want wij kennen elkaar voor die tijd helemaal niet. En ik weet nog, ik zat dus een beetje aan het eind van mijn loopbaan. En Nicky was toen nog Nicky is een stuk jonger dan ik. En ik weet nog, toen ik op de eerste kennismaking daar kwam. En ik kwam een week later, omdat wij na competitie hadden gehad met Emmen. Zo even een praatje. En Nicky was toen een hele bescheiden en verlegen jongen. En jij komt toch ook uit het oosten, zo weet je wel. En zo hebben we elkaar wat gevonden. En hij woonde alleen op hemzelf. En wat hij ook al toen zei, was doodongelukkig alleen daar wonen. Maar goed, omdat ik daar eerst het eerste jaar met mijn gezin woonde, mijn tweede jaar op en neer ben gaan pendelen in Leeuwarden, heb ik gezegd, Nicky, weet je wat, joh, ik betaal jou wat kostgeld. Ik kom bij jou inwonen. En wij hebben het tweede jaar een fantastisch mooi jaar gehad. En ontzettend veel lol beleefd. Maar ook gewoon op sportgebied veel van elkaar kunnen leren. Vraagt hij ik dat jullie in bed hadden daar. Sliepen jullie dan bij elkaar in bed? Dat was wel mooi. Ik wou altijd wel graag bij Nicky. En dan zei ik, Nicky, we gaan gewoon even lepeltje. Oh, maar lekker. Vraagt hij jou nog wel eens om advies aan Jan of niet? Als trainer van WVV? Wij praten, als we elkaar bellen, praten we altijd over het leven, maar ook altijd zeker over het voetbal. En we hebben natuurlijk heel veel trainers gehad waar je naar kijkt, hoe deden die dat toen. En dan hebben we zeker contact erover en hoe het gaat en wat is wij zitten om te doen, hoe zou jij dat doen en hoe kijk jij dat tegen. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje voetballer eigen volgens mij. Leuk. Ben je met trainerspensioen definitief? Mogen clubs je nog een keer bellen? Of begint het weer te kriebelen ooit? Kijk, het kriebelt dan op het moment dat je zo'n wedstrijd op zaterdag daar weer bent. Maar ik heb toen wel na Geerenmuiden heel bewust de keus gemaakt. Ik heb het trainersvak 15 jaar lang gedaan, altijd naast mijn werk. En dat werk was 32, 36, maar soms wel eens meer dan 40 uur in de week. En in de loop der tijd heb ik mij ook wel ontwikkeld in het maatschappelijke leven, waardoor je ook steeds meer verantwoordelijkheid krijgt in het bedrijfsleven. Ja, en dan wordt het wel heel moeilijk. Toen kregen we nadat ik stopte als trainer, kreeg je die 2 jaar corona. En dan doe je natuurlijk heel veel leuke andere dingen. Ik was nooit op vakantie geweest. Dus we gingen ze een weekje naar buitenland op vakantie. Ik kon eens een weekendje weg. Dus en dat bevalt ook heel erg goed. En ik zeg altijd, zeg nooit nooit. Maar het amateurvoetbal, die kans is wel heel
klein. En als ik dat ooit zou doen, dan lijkt het me wel leuk om als er oude ervaren man, misschien dan als ik eens een keer met pensioen ben, om dan bijvoorbeeld assistent te zijn van een jonge, talentvolle trainer, om die te helpen en mooi op de achtergrond, maar nou, zeker niet op de voorgrond te treden. Jan, heb je nog een mooie anekdote over een trainer, over Korbach of over iemand anders waarvan je zegt, ja joh, dat was me toch wat? Ja, dat zijn er heel veel. Eentje dan. Nou ja, dan moet je toch weer terugkomen bij Korbach. Want ja, hij was natuurlijk een unieke man. En ik had nooit een trainer nodig om mij te motiveren. Want dat haalde ik wel uit mezelf. Maar daar was Frits natuurlijk een fantastische ster in. En maar hij was ook een levensgenieter. En dus hij had, toen was hij net bij Cambuur gekomen. Toen had je in die tijd kreeg je een prachtig mooie, zo'n Chrysler Le Baron. Splinternieuw haalde die op bij Jan Riest uit de garage. Maar in die avond speelde dan op maandagavond tweede elftal. En dan ging het hek dicht. En toen werd het Cambuurstadion verbouwd. Dus alle hekken gingen dicht. En nou, uiteindelijk Frits bleef nog vrij lang nazitten met Jan Riestra, die auto had betaald. En de volgende dag kwamen wij op de training en toen zagen we die auto van Frits staan. En die was van voor tot achter helemaal over de hele lengte, nou, ik wil niet zeggen 20, 30 centimeter ingekort. Maar we zaten in die trainer en de trainer die zat helemaal onder. Die had zijn handen helemaal in het verband. En toen zei de trainer, wat is nou gebeurd? Ja, zegt die jongens, ik weet niet, gisteravond wouden we hier vertrekken van het sportpark. Alle hekjes dicht gedaan. En Jan Rietse zei, het kan nog wel daartussendoor met die Chrysler. Maar goed, Frits over het hek geklommen, bleef half in het hek hangen met zijn handen. Toch in die auto geklommen en nou ja, het hek was dus niet breed genoeg. Dus die hele nieuwe, splinternieuwe auto van voor tot achter. Ja, dat vertelde ze gewoon in geur en kleur op het trainersveld. En nou ja, dat was Frits in een notendop. Want hij deelde alle lief en leed met ons, met alles wat hij beleefde. Maar enorm gedreven en wist alles van iedereen. Ja, een prachtig mooi man en eigenlijk veel te vroeg overleden. Ja, was hij zijn tijd ver vooruit, met name in het motiveren van de spelersgroep? Nou, nee, dat denk ik niet. Want in onze tijd, ik heb natuurlijk best wel veel trainers meegemaakt die echt motiverend. AC Grieven was ook iemand die een groep kon motiveren. Maar kijk, in die tijd hadden we niet de kennis en de kunde van de data en hoe zwaar je moest trainen. Want dan zeiden we, ja, we zitten er een beetje doorheen, Azing. We zijn wel wat vermoeid, nou zijn Azing, dan gaan we nog harder trainen. En dan trainen we twee keer 2,5 uur, 7-8 keer in de week. En dan zaterdags voetballen. En we speelden ook wel dubbele programma's in de nacompetitie. Dinsdag, zaterdag. Dus ja, wij zijn ook best wel over de kling gejaagd. En als je nu de jongens ziet uit mijn generatie, nieuwe heupen, versleten knieën. Ik heb mijn enkel beweegt niet meer na 5 operaties. Dus wij zijn lichamelijk natuurlijk wel redelijk belast. En nu heeft men veel meer kennis. Je kunt ons ook niet kwaad nemen dat toen natuurlijk gebeurde. En er is nu veel meer kennis en kunde. Alleen vind ik wel, zeker op amateurniveau, want dat heb ik dan ook nog wel bij Nicky gehoord, dan slaan we ook nog wel weer door. Dan gaan we met een derde klasse, met alle respect, gaan we videobeelden kijken. Zeg ook de Nicky, kap daarmee man. Ga gewoon, zorg dat ze 10 keer een bal over kunnen spelen. Ga positiespel spelen. En dat heb ik ook afgelopen zaterdag stappen schenen muiden. Ik zei ook tegen Bert, hebben we elkaar nog geen 10 keer een bal over gespeeld. Dus ga gewoon volgens mij eerst zorgen dat je hem, zoals Frits altijd zo mooi zei, jochie, speel hem nou gewoon eerst naar de goede kleur, want anders ga ik jou die schoenen zelf in de rust uitdoen. Ja. Ja. Jan, ik ben trainer van de 5e klasse en dit is mij in het begin, toen ik daar begon, de vraag gesteld of ik ook tactisch trainen. Ja. Waarop ik zei van, nou ja, goed, je hebt het over 10 keer samenspelen, probeer het 2 tot 3 keer naar dezelfde kleur. Echt. Ik ben het in die zin helemaal met jou eens dat je uit beelden best wat kunt halen. Ja. Hè? En dat gebeurt ook wel. Maar ga dat niet in de overdrijf doen. Nee. In het amateurvoetbal ook. Jullie hebben ook vaak, want ik volg jullie altijd op de podcast, de discussie, moet je 2 of 3 keer trainen in het amateurvoetbal. Kijk, als je kijkt naar wat in die tweede divisie en derde divisie aan vergoedingen betaald wordt, dan vind ik eigenlijk wel dat je mag eisen dat je 3 keer moet trainen. Ja. Maar ja. De andere kant is dat ze hebben allemaal geen zinsleven. En in onze tijd was er maar 1 ding en gingen we voetballen. En er werd niet gevraagd of je wel of niet thuis was. Nee, je ging trainen. Je was er gewoon. Klopt helemaal. Je was er gewoon 3 keer in de week. En ik blijf van mening dat hoe meer je traint, hoe beter je wordt. Ja. En dan kun je ook de invulling van die training nog wel invullen. Maar bij Stabos deed ik dat ook. En dan op maandag deed ik een stukje hersteltraining. Maar dan zeiden die gasten, ja, maar trainen, nou zijn we er toch. Laten we dan ook maar gas geven met elkaar, weet je. Dat is natuurlijk het mooiste wat je als trainer wilt horen.
En dan kon je wel mooie spelpatronen doen waarin je wel je rendement haalde met vastigheid. En was het belasting wel wat minder. En dan ging op dinsdag ging de gaskraan open. En dan op donderdag weer richting de wedstrijd. Maar in het amateurvoetbal moet je de jongens niet overladen met tactische en heel veel informatie. Want ze zijn het veld op en ze zijn na een kwartier zijn ze kwijt. Ik hoop dat er heel veel technische commissies nu luisteren. Luisteren, ja. Ook spelers. Ja, ook spelers. Ja. Er zijn ook spelers bij Jan die zeggen even van... Oh ja, trainer, volgende week ben ik er niet, hè, want ik zit in Spanje. Ik heb een reisje geboekt. En over drie weken ga ik een weekendje naar Berlijn toe. Ja. Zoals... Of mijn oma wordt 80, daar wil ik toch nog wel graag bij zijn. Ja. Ja. Wat moet je dan zeggen, hè? Ja, maar daar ben ik een beetje nuance op aanbrengen, Jan, met jouw toestemming. Ja. Oma 80. Dat heb ik geleerd namelijk. Als een speler bij mij komt en die zegt, ik kan niet trainen, van mijn opa wordt 81 of oma, dan zeg ik, daar moet je heen gaan, kan de laatste verjaardag zijn. Ja, nee, eens. Dat is ook zeker zo. En weet je, ik zeg ook, daarin zijn wij vanuit onze generatie ook wel wat er veel doorgeslagen, dat alles om voetbal draait. Ik ben het volledig met je eens, wat je nu zegt. Hè. Tuurlijk, en dan zeg ik ook tussen jongen, ga lekker naar mensen toe. En terecht wat Joost zegt, het kan haar laatste verjaardag zijn. Ja. Je kunt ook iets later komen, hè, op de verjaardag. Nou, dat stel niet ik dan voor van allebei de helft. Nou, niet bij oma die dag. Jawel, allebei de helft. Jongens, rustig. Ik heb ooit een beslissingswedstrijd moeten spelen in de jeugd van Excelsior. En toen waren mijn grootouders, die waren 60 of 40 jaar getrouwd. En toen zei mijn opa, eerst voetballen, dan naar het feest. Ja, maar dan krijg je ook toestemming. We hebben wel verloren trouwens, dus ik had het beter niet kunnen zijn. Maar goed, dat even te zeggen. Zo uiteindelijk niet geworden wat je ervan verwacht had. Oh nee, het maakt niet zoveel uit. Jan van Raalte, dank je wel. En we bellen je nog een keer als het goed is. Ja, hartstikke goed. Leuk. Jan, blijf gezond, hè? Kijk, Jan. Bedankt. Oké. Doei. Nou, Stappers Schenemuiden 0-0. Die hebben we dus gehad. Ik had er naartoe gewild. Je hebt een goede keuze gemaakt. Hele goede keuze gemaakt. Na afloop is het altijd wel gezellig bij Stappers. Maar en je wordt daar met alle EK's ontvangen. Dat vond ik ook altijd wel echt leuk om daar te komen. Mooie derby, Stappers Schenemuiden. Laten we hopen dat Stappers erin blijft. Publiek fanatiek nog steeds. Ja. En ja, eigenlijk moet Schenemuiden niet promoveren dan, hè? Nee, want dan heb je die wedstrijd niet. Nee, die derby. Ja, 1500 man, €9 intree. Nou, penningmeester gelukkig, iedereen gelukkig. €9 intree, hè? €9 intree. Behalve voor mensen, want dat heb ik nog gevraagd naar de tijd. Mensen van 65 jaar en ouder, je had €7 moeten betalen. Gaat nergens zo. Is dat voor de reiskostenvergoeding van Berwoud? Die uit, nee, dit was Staphorst. Dit was Staphorst. Dit was Staphorst. Oké. €9 entree. Als je met z'n tweeën gaat en je neemt je zoontje mee, ben je €30 kwijt. Ben je €25 kwijt. Waar gaat het over? Ja, sorry hoor. En allemaal dat die jongens zo duur betaald moeten worden. Ja, ik gooi het er even in. Ik vind het echt €9. En Mooie stelling voor een. Ik vind het echt veel te veel geld. Ja. Waarom vraag je niet gewoon €5? Die spelers komen toch wel, de sponsoren genoeg. Was bij misschien sla ik een beetje door nu. Maar... Was gisteren bij Surioi ook, Gerard? Nee, Paul, nu ook €5. Nou, je moest entree betalen. €5 ook. Ik weet niet hoeveel het ze gooien er gewoon wat bij op. Ik ben gewoon doorgelopen. Ja, maar ze kennen jou, Paul. Nee. Oh, ja. Ze krijgen geld mee, of niet? Nee, helemaal niet. We gaan even naar de wedstrijd. Waar ben je geweest, Rick? Ik ben naar Eilemark tegen Heten geweest, onderin 3C. 3C. Ja. Eindelmarkt traint één keer in de week, hè? Dat klopt, hè? Nou, dat hadden we inderdaad de vorige keer besproken, maar het was niet te zien. Nee, waar heel is eerlijk het goed? Nou, heeft Jan verhaalt ook nog gelijk? Nee, maar het was echt... Eilemark kwam heel fanatiek uit de startblokken. En ik had mijn fiets nog net niet weggezet en de bal lag netje na 20 seconden. Dus ik heb dat doelpunt gemist. Misschien een prachtig doelpunt geweest zijn van 20 meter. En ik moet zeggen, ik ging daarna zitten. En binnen 12 minuten was het 2-0. Ook een fantastisch doelpunt. Paasje buitenkant voet. Prima afgewerkt. En het spel golfde op en neer. Van links naar rechts. Heten kreeg een paar goede kansen. En Eilemark opende fantastisch van links naar rechts en vice versa. Echt goed. En speelde ook goed de bal rond. Dus ging terecht met 2-0 de rust in. En na rust begon Heten heel goed. En hadden een paar kansen.
Maar na 15 minuten was het Eilemark die eigenlijk het definitieve vonnis velde. En met een prachtig lopje was het 3-0. En daarna had Eilemark nog twee kansen om het verder uit te bouwen. Maar doofde de wedstrijd eigenlijk verder uit. Rick, maar een prima ook pot. Rick, toch wel een opvallende uitslag, vind je niet? Want als ik Heter staat onderaan. Ja. En die winnen vorige week tegen WVV Hengelvelde. Ja. En nu gaan ze de kansloos af tegen Eilemark. Vind ik opvallend. Ja, nou kansloos. Ze hadden ook absoluut wel kunnen scoren. Er was ook, maar ik moet zeggen... 3-0, ja. 3-0 is 3-0. Ja, je moet volgens mij Eilemark geen ruimte geven. Nee. En je moet Eilemark... Leslie Nabels heeft hij meegespeeld. Ja, die kunnen nog wel voetballen. Dat zijn ze niet veel. Zeker niet. En maar ook prima hoor. Echt van links naar rechts en vice versa. En gewoon goede ruimtes benutten. Goede aanvallen. Deed de broer van Leslie ook mee? De aanvoerder? Vrij verdediger? Nee, de aanvoerder stond voorin. Ik weet voor zijn naam niet meer. Zo'n kalende man? Ja. En die stond voorin. Oh. En Heter dan, goed. En Heter, die steven af op degradatie toch, die derde klasse. Ja, maar als je laatste toch... twee gaan eruit en dan drie erom voetballen. Plek 9 is pas veilig. Ja, dus het was... die hebben het heel moeilijk. Ja. Ik moet ook zeggen weer, of ik er geluk mee heb, weet ik niet. Maar ik had weer een goede scheidsrechter Sanders. Nou, dat wordt wel frappant. Ja, het was heel opvallend, maar het was echt... Criteria, wie was het? Frank Sanders? Is oud trainer geweest. Ik weet niet of oude man. Frank Sanders is ooit trainer geweest bij Reunie. De partner van Jos Brink toch? Dat denk ik als aan Jos Brink. Nee, maar een Sanders is ooit trainer geweest bij Reunie. En die fluit nu in het amateurvoetbal. Misschien zei het wel. Paul, waar ben jij geweest? Ik ben bij Kloosterhaar tegen Forwards Fries W geweest, Bert. En opvallend is dat Kloosterhaar eind februari op de vierde plaats stond. En ze ging prepareren op eventueel na-competitie voor promotie. En daarna hebben ze de 6 verloren met de wedstrijd van zaterdag erbij. Met als gevolg dat ze nu op een degradatieplaats staan. Dus... Waar ging het mis? Er is werk aan de winkel voor Richard Tempelman, die daar trainer is. En volgend seizoen bij de eventuele fusieclub, fusieelftal, ook trainer is. En dat ligt niet aan hem. Laat het helder zijn. Je weet niet waar het aan ligt. Ik heb me er ook niet in verdiept. Ik heb niet navraag gedaan. Ik heb de wedstrijd gezien. En ze verloren van Vriezenveen, van Voorwaarts. En het was een terechte nederlaag. Wat ik wel opvallend vond en wat ook te zien was, dat ze met 5 man achterop speelden. Dat heb ik wel even gecheckt bij de verzorger. Want die ken ik. Die heb ik gehad bij Stevo en Jean Spijker. Die is nou verzorger bij Kloosterhaar, want hij komt daar ook weg. En die zei ook van, het is de eerste keer dat we achterop met 5 spelen. Dan gebeurt er in de wedstrijd 2 keer een gele kaart en speler gaat eraf. En dan gaat het steeds beter met Kloosterhaar. En er komt nog een rode kaart. En Kloosterhaar die begint echt te voetballen. Met 9 man. Dus ik wil alleen maar zeggen van de trainer die raakt in paniek. Die heeft 5 keer verloren. Die denkt ik ga die tent achter dicht gooien. Ik ga eens proberen met 5 man achterop. Maar je moet niet van je geloof afstappen als trainer toch? Dat wil ik dan net zeggen. En het wordt bevestigd doordat er door rode kaarten ze gewoon beter in de wedstrijd komen. Ja, maar dat 5-3-2, dat kun je toch ook niet zomaar toepassen. Nee, maar goed, dan moet je toch trainen. Bent en je komt in de gevarenzone. Ja. Ja, dan, en je weet niet wat er, ik weet niet wat er verder geblesseerd is. Volgens mij waren ze op redelijk goede oorlogsterkte. Maar ja, goed, dan gaat een trainer nadenken en die gaat denken van, ik moet de nul houden. Hmm. En als we er een maken, dan is dat meegenomen. Maar ik wil in ieder geval de nul houden. Maar het werkte niet, het kwam er niet uit. En dat vind ik gewoon, trainer gokt. Als het goed was gegaan, hadden ze gezegd, die trainer die heeft er verstand van. En nou zeggen ze dan vaak, ja, hou het bij het systeem wat je had. Ik heb ooit de finale gespeeld met Reunie. Ik heb in mijn leven veel finales gespeeld. Het eerste jaar Reunie finale om als keeper of als trainer? Als trainer. En toen heb ik ook 5-3, want ik had mijn buitenspelers geblesseerd. En ik ben... Vorig jaar was dat toch? Ja, vorig jaar zijn we kampioen geworden. Want het jaar daarvoor in de finale... Na competitie verloren van Angeren met 5-2. Die waren ook veel beter. En, maar na 20 minuten dacht ik van, Betje, dit heb je niet goed gedaan. Dus heb ik een verdediger eraf gehaald. En vanaf dat moment gingen we voetballen. Maar ik wil nog even verder op die wedstrijd. En aan jullie een vraag. De quiz is weer terug voor de chapeau-trofee. Welke speler
is opgeleid door Kloosterhaar en ging het betaalde voetbal Bert in. Prijs. Zo, dat was snel. Zwolle toch, of niet? Bert Prijs speelde 10 jaar bij Heracles. Ja, was Heracles. Ja. Zeer nijvere werker. En zijn zoon Silas. Of Silas, die ja, speelde Silas mee. Ja. Was het beste speel die er was. Silas Prijs heeft toch ook wel bij Twente jeugd gespeeld, toch? Ja, heeft zelfs in het Nederlands jeugdteam onder 15 gespeeld. Bij Dato volgens mij. Dato, HHC, Jong Emmen, Jong Heracles. Maar wist jij dat, Paul, of stond er in het programmablaadje van Kloosterhaar? Die hadden geen programmablaadje, maar als ik me voorbereid op het podcast, dan doe ik dat ook intensief, Gerard. Nee, Bert Prijs en Harry Heijnen. Ik ken mensen die... Ik ben zwaar onder de indruk. Ik ken mensen sfeertje die zich anders voorbereiden. Vervolgens ben ik doorgereden naar Hengelo. En heb de wedstrijd ATC tegen ON gezien. En? ON won met 1-2. Oranje-Nassau-Almelo, Paul. Oranje-Nassau-Almelo. Verrassend. Het was verrassend. Want ON had 3 keer verloren achter elkaar. Ja. Dus die waren een klein beetje van de leg. Maar uiteindelijk de 1-2 overwinning. Ja, daar kun je niet veel op afdingen. Dat was... Mwah, ja. Niemand die wat kon zeggen. ATC was wat slordig. Ebi Willemsen startte niet. En dan hadden ze nog een centrale verdediger. Martina... Die was vorige week met een achillespeerscheuring eruit gevallen. Dus die deed ook niet mee. Dus ze moesten wat doen. Wat aanpassen, wat veranderen. En bij ON deed Hendricks niet mee. Oké, die jongen die naar wie? Die was ook geblesseerd. Ja. Okay. Maar ze hadden toch wel een paar aardige voetballers, ON. Casey Davis. Is dat die grote, die donkere jongen? Die nummer 10, ja. Ja, goede speler. Ja. Ja, dan hadden ze een behendige dribbelaar, Alain Goury. Hele snelle jongen. Maakt ook een goal. Ik heb ze gezien tegen Barbaros. Verrassende goal. Schiet in de korte hoek. Iedereen verwacht een voorzet of dat hij de bal verlegt. ATC kwam gelijk via een penalty. Een van de betere spelers, Florian Boutey. Goeie speler, linksboord. Nam de penalty, scoorde keurig binnen. Maar we hebben de loftrompet over ATC uitgesproken in vorige podcastjes. Ze hebben wel een goed ploegje. Hè? Ze hebben goede spelers. En ze staan nu niet meer nummer 1. Ja. Ze staan op de tweede plek. 3 punten achter Nieuw-Leuzen. Dat maar blijft winnen. Ja. Ja. Moeten nog 5 wedstrijden spelen. Dus heel veel spanning. 5 finales. Hm? 5 finales. Ja. Maar het was een mooie wedstrijd om te zien. En ik kwam Mark Dijkstra tegen. De trainer van UD Weerslo. Die overigens weer won. 1-0. Zijn zoon speelt daar volgens mij. Luc, zijn zoon. Ja. En die had ik vroeger bij Stevo. Ja. Als snotneusje liep hij daar rond. Okay. En die speelt nu, en die vent die is gewoon 91 of zo. Die speelt dan nu in de spits. Zijn vader is ook niet klein, hè? Nee. Mark was een zeer goede centrale verdediger. Alleen Mark die kreeg dan de neiging om met voetbal mee te doen. Maar Mark moest de bal inderdaad aan de goede kleur geven. En achterblijven voor zo de rest van inleveren, Paul. Die mogen alleen met de spelervattingen mee. Gerard, jij? Nou, ik ben zaterdagmiddag naar het mooie Hellendoorn getogen. En Paul, ik heb me daar... ik heb de wedstrijd VV Hellendoorn SCC 12 gezien, Paul. En ik heb me daar uitermate goed op voorbereid. Los van het feit dat SCC 12 een club is waar ik ook trainer ben geweest. Inmiddels 5-6 jaar geleden. Er ontspon zich daar een hele mooie wedstrijd. Ik heb een hele mooie amateurwedstrijd gezien op derde klasniveau. Met de aantekening dat Hellendoorn voor de winterstop... een van de favorieten van voor de titel. Die hadden een hele slechte periode voor de winterstop. En na de winterstop hebben ze nog geen wedstrijd verloren. Sterker nog, ze hebben aansluiting gevonden bij de bovensten. Ze staan nog heel goed gepositioneerd in de periode. Die wedstrijd werd ook gewonnen door Hellendoorn. Na een 2-0 voorsprong van SDC 12. SDC 12, ik zei het net al, 5 jaar geleden ben ik daar als trainer weggegaan. En zeggen en schrijven nog 1 speler die ik toen had, speelt er nog. Daarmee gezegd hebben dat er een gigantische gedaanteverwisseling heeft plaatsgevonden in Denenkamp. Met heel veel jeugdige jongens in. Ik noemde 2. Carlos, nee, dat is van Hellendoorn. Chantal, Chantrak,
K.O. en Jaden Moore. Twee jongens uit de eigen jeugd hebben een uitstapje gemaakt naar Twente. Echte Twentse jongens? Niet heel Nederlands. Ja, daar waag ik mij niet nu Paul. Nee. Want dan kom je op het vlak van uitspraken die je beter niet kunt doen. Grensoverschrijdend dan? Weet je, ja goed, dan gaan we het nu niet over. Bij Denenkamp is de grens dichtbij. Zonder gekheid. Twee razendsnelle jongens, twee goede voetballers. Die er ook voor zorgden, dat SEC op een 2-0 voorsprong kwam. Hebben ze niet kunnen vasthouden. Mede door toedoen van Ruben Hendricks. Ruben Hendricks is een jongen die op het middenveld bij Hellendoorn speelt. Heeft overigens maar één helft meegedaan. De rust moest hij er geloof ik uit. Uitstekende speler. Linkspoot op het middenveld. En daarvoor in de spits loopt Carlos López Macedo. Vanaf bij Excelsior gespeeld. Ja, dat weet ik. Kwam niet helemaal uit de verf afgelopen zaterdag. Of het nou te maken heeft met het feit wat ik hoorde aan de kant. Dat hij binnenkort vader wordt, weet ik niet. Maar hij kwam niet helemaal uit de verf. Maar je ziet gewoon dat het een hele goede spits is. Hellendoorn doet weer volop mee. Voor de nacompetitieplek, want de kampioenschap zit er niet in, omdat Helios Deventer met grote afstand inmiddels de eerste plek bezet. NSCC 12 was ook aan de opmars bezig, maar moet nou nog steeds ervoor oppassen dat ze niet in die nacompetitie voor degradatie naar de vierde klas terechtkomen. Ik heb mij uitstekend vermaakt. Oké, nou. Maar ik heb nog een wedstrijd gezien. Oh. Yes. En ik wil Gerard toch feliciteren. Ik ga er nu in voor zitten. Ga je er echt voor zitten? Ja. Gerard Bomboys heeft gisteren gewonnen bij Suriyoye. Zo. En die staan nu 13 punten voor, geloof ik. En die kunnen dus op korte termijn kampioen worden. Nou, en het is je van harte gegund, Gerard. Nou, ik was de vrienden zegen. Ik heb daar geen hand in, maar ik vind het wel heel erg mooi voor mijn club. Laat het duidelijk zijn. Bovendien, Paul, ze kunnen zondag al kampioen worden. Ja, dat dacht ik. Als ze zelf winnen. En de wedstrijd Tukkers SDC, RSC, die zondag plaatsvindt, als Tukkers daarin punten verspeelt, dan is Bomboys na MVV 29 de tweede kampioen in onze regio. Hebben ze ook verdiend. Ja, ze hebben ze ook verdiend. En de overwinning, eerlijk zeggen, als je de hele wedstrijd bekijkt, want ook Suriyoye heeft kansen gehad. Žižek twee keer, hè? Žižek en Žižek. Ik heb even contact met hem gehad via de app. Hij zou eigenlijk niet spelen, want hij had wat last van zijn knie. Hmm. Maar was niet te zien. De twee aanvoerders, Žižek was aanvoerder en bij Bomboys Milan Bultman. Ja. Dat waren ook de twee jongens die bepaalden de wedstrijd. Mooi. Dus was mooi, was ook druk, was veel volk. En met name voor Milan Bultman, als ik jou aan mag vullen, Paul, is het gewoon heel erg mooi. Een jongen die op 17-jarige leeftijd, ik was toen toevallig zijn trainer, zijn entree maakte in het eerste elftal, is ook meerdere keren benaderd door clubs die hoger spelen. Maar hij heeft vastgehouden aan de club waar hij nu nog steeds speelt. En hij heeft alles eraan gedaan om richting die eerste klas te gaan. En dat is nu gelukt. Dus ik vind het vooral voor hem, vind ik het geweldig. Ik vind het ook mooi dat je zegt dat hij een van de uitblinkers was. Want dat is hij bijna wekelijks. Maar Gerard, jij bent ooit gepromoveerd van de vierde naar de derde, toch? Met Bomboys? Ja. Ik zou bijna willen zeggen, toen is de victorie gestaan. Ja. Nee, Gerard. Nee, maar ik zag aan jou, dat wilde zeggen. Mooi. Maar dus Gerard, ik wil nog even één ding zeggen. Wat een mooi compliment. Zoals ik net gezegd heb, ik bereid me altijd goed voor op de podcast. Hè? Laat horen, en ik Paul. Heb de naam Janno van het Hof, heb ik even gekeken. Nou, heb je daarna gekeken? Spits van Helios. Spits van Helios, hè? Heeft er zaterdag weer wat ingelegd. Hè? Hoe kom je Jarmo dan? Jarmo. Ik dacht, er komt heel veel Bomboys. Neem maar even naar Jarmo. Even sorry. Over Janno. Oh, sorry. Jarmo heet hij toch? Ik wist dat boos werd, Gerard. Nee, ik ben een beetje verdrietig nu, maar ga door. Maar Jarno, weet je hoeveel goals die heeft gemaakt? Heel veel. In het amateurvoetbal? Heel veel, Paul. Ik heb 323 goals. Zo. Twee jaar geleden werd hij topscorer van Nederland met 51 doelpunten. Wow. Eén doelpunt meer gescoord dan Tim van Otten van SV Enter. Jarmo heet hij. Jarmo van het Hof. Zullen we hem volgende week even bellen? Goed idee. Dat die worden ook kampioen? Ja, die worden ook kampioen. Even bellen. De Amateurvoetbal Podcast. Maar Paul, we hebben volgende week. Bedankt voor het compliment, Paul. Een servetij, jongens. En voor de felicitatie, sorry. Oké. Maar ik denk dat Suriyoye ook nog heel ogen gaat gooien. Want die nacompetitie voor de promotie, die spelen ze tegen noordelijke clubs. Oh, simpel. Ja, dat klopt. Makkies. Dat klopt. Ja. Daarom is de wedstrijd Tukkers RSC aan zondag ook zo belangrijk. Ja. Belangrijke pot. Ja. Suriyoye, toch?
Ben je nog geschrokken van de opmerkingen links en rechts, PFA? Heb je nog wat gehoord? Ja, ik kreeg nog een appje van iemand die zei van... Tom Brouwer kan een mooi verhaal vertellen. Het was een mooi verkooppraat. Ja. En ik kan wel zeggen dat hij een zoon heeft die daar in de voetbalschool zit. Maar hij heeft aandelen in de PFA. En dat mag natuurlijk ook. Dan mag je ook een mooi verhaal om hebben, toch? Dan is het logisch dat hij een leuk verhaal afsteekt. Ja. Maar verder, ja, er zijn mensen die zeggen van ja, we hadden ze steviger moeten aanpakken. Ja, daar zijn we ook niet voor. Daar zijn we ook niet voor. Zij mogen het verhaal vertellen, vind ik. En we hebben ons statement duidelijk gemaakt. Nou, kenbaar. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Voor een voetbalschool zijn we, maar niet in competitie. Onze podcast moet ook positief ingesteld zijn. Nou, ja. Nee, maar je mag wel kritische vragen stellen. Ja, nee. En dat zij af en toe dat wedstrijden uit de hand lopen. Nou, daar moet je juist je vraagtekens bij plaatsen. En dan mag je ook wel benoemen, vind ik. Insteek was hoor, wederhoor. Ja. Nou, we hebben de PFA gehoord. En wat je ervan vindt. Dit was hem. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Met de familie Sepp, toch? Ook dat. Met Dennis. En de vader. En Ben Sepp, oud-trainer van Den Ham. En voormalig trainer ook, ja. Weet ik. De Amateurvoetbal Podcast.